We zijn hier uitgenodigd omdat wij geregeld foto's insturen voor Verzevigd van Omroep Zeeland. En daarvoor hebben ze dit voor ons georganiseerd om iets terug te doen. Waarom doet u dat eigenlijk zo graag, die foto's insturen? Nou, het is ontzettend leuk om die foto's met andere mensen te delen. Het is altijd spannend weer van, goh, hoe vinden ze het? En het is ook leuk dat je naam ook voorbij komt natuurlijk, hè? Ja, spontaan. Ja, als ik iets zie, dan denk ik van, oh, leuke foto. Maar nooit met een vast idee van, dat ga ik fotograferen. Nee. Nou ja, één plaatje. Dat valt mee of tegen? Wel duizenden, denk ik. Of niet? Dat hebben ze wel eens geteld? Nou, elke week krijg ik zo'n beetje 500 foto's binnen, denk ik. Dat zijn er veel, dus je moet wel keuzes maken. En die selecteer ik gewoon vrij snel. Daar heb ik toch een beetje getraind oog voor. Hij ziet wel, iMovie automatisch gaat in en uitzoomen. Hij ziet wel, het is wel een staande foto, want hij gaat nu van beneden naar boven. En vervolgens plaats ik die op de tijdlijn. We krijgen hier uitleg over hoe Verzevigd, hoe de serie, de dia-serie, elke dag in elkaar gezet wordt. Welke afwegingen er gemaakt worden, waarom die erin komt, waarom die er niet in komt en hoe het gewoon technisch voor elkaar gemaakt wordt. Ik vind het zo ontzettend leuk. Want je ziet ook meerdere namen op die televisie en dan weet je niet wie erachter zit. En die ontmoet je nou. En met hetzelfde doel. Enthousiast fotograferen. Ik vind het wel grappig. Meestal hoor ik het van anderen dat ik langsgekomen ben. Oh, dus u zit niet voor de buis gekluisterd? Ja, jawel, mijn plaspauze is vervallen, want ik moet altijd naar Verzevigd kijken eventjes. Dag dames en heren. Hallo. Hey. Hallo. Ja, dat zijn dus de mensen van die Verzevigdag waar we het net over hebben. Maar ik heb vorige week nog heen gezonden. De groep is in twee gesplitst, jullie nu de rondleiding. Wat hebben jullie al gezien? Ja, eigenlijk een beetje het hele gebouw. Dus echt leuk. Straks lekker weer fotograferen. Heerlijk, ja. En die workshop van Misha de Munk lijkt me gewoon echt hartstikke leuk. En heel belangrijk is creativiteit. Als je wil dat je foto eruit springt, moet je over het algemeen net iets anders doen dan dat iedereen doet. Ja, dit zijn wel hele goede amateurfotografen. Dit zijn mensen die bijna dagelijks op pad gaan en daardoor is het voor mij ook wel een inspirerende groep. Hè? Want deze mensen zijn echt fanatiek. Het fanatisme spat er vanaf. En die mensen weten waar ze moeten zijn, waar de mooie plekjes zijn, wanneer het licht goed is. Dus zelfs ik kan er nog wat van leren. Nou, New York, aan het einde van de dag. Dit is overigens gewoon met de iPhone gemaakt. En ook de iPhone-foto kan je gewoon nabewerken. Dan krijg je dit. En dat is het leuke aan fotografie. De beperking ligt eigenlijk nooit in de techniek, maar zit altijd hier tussen de oren. Na de lunch gaan we even op pad. We gaan richting Oostkapelle. Een mooi stukje waar we zowel op het strand als in het bos kunnen zijn. Met een beetje mazzel loopt er nog wat koetjes of paardjes rond. Dat zijn leuke plekken. En wat ik eigenlijk wil de mensen is dat ze nu eens anders gaan kijken dan dat ze normaal doen. Dus misschien eens een keer op hun rug gaan liggen of op hun buik gaan liggen. Wat meer inzoomen, wat minder inzoomen. Net even wat anders dan dat ze gewend zijn. Maar als je die foto straks omdraait op de computer, dat ziet er helemaal geweldig uit. Ja, ja, ja. Dus moet je eens proberen. Maar hij kan... Paardenvijgen. Waarom is dat zo interessant? Nou, dat zal toch een, vind ik, een mooie foto worden. Met dat dode hout op de achtergrond, dat is een afsterven. Iets wat langzaam gaat verdwijnen, het ene natuurlijk vleugel als het andere. Nou, heel veel tips. Ja, ja, inderdaad. Eigenlijk al heel raar dat je verkeerd je camera vasthoudt. Oh, hoe deed u het altijd dan? Nou, ik zat eerst altijd zo te draaien en dan pas goed scherp te stellen. Maar eigenlijk moet je dat helemaal niet doen. En het is nog een gewoonte die je zelf aanleert.